Peter, ik denk voor Groningen niet de wedstrijd waar je op hoopte, maar misschien voor jezelf wel. Ja, voor mezelf alles aan gedaan. Nou, hij heeft dan helaas niet mogen leiden tot 3 punten. Maar ja, voor mezelf met 0 en een paar reddingen prima. Ja, het mocht misschien niet leiden tot een overwinning, maar ik denk wel dat je een punt hebt gered. Zie je dat zelf ook zo? Nou ja, als je in de laatste minuut een goede bal pakt op 0-0, dan pak je een punt. Maar goed, ik denk het gevoel in de kleedkamer en ook wel bij mezelf is meer dat we 2 punten laten liggen. Ondanks dat we daar niet heel veel recht op hadden. Maar dat was wel de intentie waarmee we hier naartoe zijn gekomen. En nou ja, qua spelbeeld is dat niet helemaal eruit gekomen. Maar nou ja, uiteindelijk voor mezelf lekker als je een bal pakt in de laatste minuut. Ja. Hoe heb je de afgelopen weken beleefd? Het seizoen begon natuurlijk teleurstellend dat je eerste plek moest afstaan. Verrips raakt geblesseerd en krijg je de kans en dan raak je zelf geblesseerd. En nu ben je er weer. Hoe heb je het allemaal beleefd? Ja, een beetje een rollercoaster. Maar ik bedoel, nou, ik ben nu 28. Nou, dan word je al langzaam ietsje ouder in de voetballerij. En nou, vorig jaar veel meegemaakt. En wat ik gewoon geprobeerd heb is gewoon rustig te blijven. Mijn ding te doen. Altijd zorgen, ook in de weken dat ik niet speelde, gewoon dat ik klaar voor was. Dat als het ineens wel moest gebeuren, dat ik kan presteren. Nou ja, dat heb ik afgelopen weken gedaan. En ja, het is omdoende een beetje. Het is echt een beetje in het moment. Ik geniet er nu van, ik speel. En nou ja, mocht het zo zijn dat ik straks weer niet ga spelen, dan blijf ik in ieder geval mijn ding doen. Zorg dat ik klaar voor ben en gewoon professioneel opstellen. En zie je erbij al hangen? Nou, zover kijk ik eigenlijk niet vooruit. Focus gaat nu nou, even op een dagje herstellen. Maar dan gaat hij wel weer op Utrecht. En dan nou ja, zien we dag van tevoren of 2 dagen van tevoren wel weer of ik ga spelen of niet. Want je raakte zelf ook nog even geblesseerd vandaag, leek. Het zag er niet lekker uit, joh. Nee, ik pakte hem. En eigenlijk, omdat ik geblesseerd raakte, is eigenlijk heel goed. Want dat betekende dat Laros Duarte goed terugstapt naar de lijn. En hij raakte eigenlijk mij in plaats van de bal. Dus had ik hem niet gehad, dan had hij hem van de lijn gehaald. Volgens afspraak. Dus ja, eigenlijk heel goed dat ik geblesseerd raakte. Maar, het gevaar voor eigen leven. Ja, nee, valt gelukkig mee. Dus in principe kan jij de zondag gewoon nog staan als Verrips niet vet genoeg is? Ja, als er deze week niks geks gebeurt, dan sta ik er, ja. Want heb je een idee hoe vet hij nu op dit moment aan het raken is? Is de kans groot dat je er zondag gewoon weer staat? Ja, daar durf ik echt niks over te zeggen. Daar heb ik een verkeerde opleiding voor gedaan. Maar nee, er zijn, ja, ik weet echt niet. Ik weet niet. Hij is hard bezig met fysio's. Ja, verder kan ik en durf ik er eigenlijk niks over te zeggen. Ik weet het niet. Maar hoe? Ja, de derde slash vierde keeper, het is een beetje onduidelijk. Jan de Boer die keepte natuurlijk een goede pot tegen PSV. En dan hoor je supporters zeggen van waarom niet vandaag? Wat deed dat met jou? Was het dan extra belangrijk om vandaag foutloos en zelfs belangrijk te zijn? Nou, dat is elke week belangrijk. En voor mij niet belangrijker dan die weken ervoor. Ik krijg er ook niet zo heel veel van mee, moet ik zeggen. Ik focus me gewoon op eigen dingen waar ik invloed op heb. En ja, ik snap een beetje de hype hoor. Hij heeft vorige week prima gedaan. En, een beetje cultfiguur natuurlijk aan het worden. Tuurlijk, hoort allemaal bij en voor hem is het prachtig. Maar ik focus me gewoon op mijn eigen ding. En ik heb daarvoor ook gewoon goed gedaan tegen Emmen en Dordrecht. Dus daar hou ik me aan vast. En dat is denk ik ook gewoon de reden dat ik gewoon op het doel sta vandaag. Jouw perspectief. Je blijft waarschijnlijk in ieder geval de tweede keeper dit seizoen. Zo lijkt het in ieder geval. Ga je dan niet verder kijken? De club kan verlengen, maar ik kan me voorstellen dat je zelf liever een stapje waagt. Nou ja, als de club de optie ligt, dan heb ik weinig keus. Maar jij hebt liever van niet, toch? Neem ik dan aan. Ja, dat ligt allemaal aan perspectief en verhaal en het complete plaatje. Ik bedoel, het is niet dat ik het niet naar mijn zin heb. Ik bedoel, woon in een hele fijne stad en voel bij een prachtige club. En wat ik zeg, het is niet dat ik het niet naar mijn zin heb. Tuurlijk wil je spelen. En zoals nu de afgelopen 3 wedstrijden, of tenminste de 3 wedstrijden die ik heb gespeeld, ja, dat is toch alweer een ander en lekkerder gevoel dan niet spelen. Maar ja, ik ben er eerlijk gezegd niet mee bezig. Dat is iets wat in het voorjaar zal gaan spelen. En we zijn nu pas in eind oktober. Dus eerlijk gezegd niet heel veel mee bezig. Praten we dan gewoon weer. Doen we. Succes man. Ja, dankjewel.